Ik sta dus hier namens ABN AMRO als trainee. Mijn naam is Sharif Lutfi en ik ga jullie vertellen hoe de Google Glass binnen onze dienstverlening gebruikt kan worden. Maar ook hoe de Google Glass in onze dienstverlening of in onze doelstelling past. Want de doelstelling is namelijk dat we de meest innovatieve bank van Nederland willen zijn. Dat is een beste doelstelling, vind ik. Maar we zijn hard op weg om dat te gaan bereiken. En de vraag lijst dan meteen van waarom willen we dat eigenlijk zijn? Nou, de ambitie is om voorop te lopen, maar ook vooral omdat klantverwachtingen constant veranderen. Je ziet dat digitalisering toeneemt. Klanten willen alles nu, liever vandaag dan morgen. Maar we staan zeg maar, als bank zijn er ook voor grote uitdagingen. En een van die uitdagingen die bevindt zich in onze particuliere tak van de bank. Dat is onze retail-omgeving. En wat je daar ziet is dat steeds meer kantoren gaan sluiten. We moeten verder met minder collega's. En wachtrijen en dat soort zaken, klachten lopen steeds meer op. En een mogelijke tool die ons daarbij kan helpen is de Google Glass. Ik heb daarom vanuit de IT een proof of concept uitgevoerd van 3 maanden. Waarbij we de mogelijkheden van de Google Glass ten aanzien van onze dienstverlening in kaart hebben gebracht. En zijn jullie benieuwd naar de mogelijkheden van de glas? Ja? Ja? Mooi. We hebben heel veel mogelijkheden, maar ik licht er gewoon 2 uit omdat ik eigenlijk maar 3 minuten heb. Heel erg jammer, maar goed. We gaan naar de eerste, dat is real-time coachen. We hebben het ook echt daadwerkelijk getest met adviseurs uit heel Nederland. En Animo was heel groot. Wat we zien is hier is een real-time coaching gesprek. Je ziet een senior adviseur hier met een tablet zie je real-time meekijken met een gesprek. En de senior adviseur kan dus de junior adviseur real-time coachen. Hierdoor kunnen we dus eigenlijk een nog flexibelere dienstverlening aanbieden. Want coaching kan dus eigenlijk vanaf elke locatie. En de junior adviseur kan veel eerder het veld in om onze klanten te gaan bedienen. Bovendien hebben we ook een app gemaakt voor onze klanten. Iedereen heeft een hekel aan lange wachttijden. En zoals ik al eerder zei, is er wachttijden een kriem binnen onze bankkantoren. Zodra je een bankkantoor binnenkomt, dan weergeeft de app eigenlijk de wachttijd. Is die langer dan 10 minuten, dan kan je een afspraak maken met een adviseur. Op een later tijdstip uiteraard. Of kan je eigenlijk contact opnemen met onze callcenter. Zo bieden we dus echt die waarde aan in elke context en situatie van de klant. Kortom, we zien de Google Glass dus echt als een nieuwe mogelijkheid om onze dienstverlening te verrijken. Je ziet hier een aantal andere mogelijkheden. En hierdoor laten we zien dat we als bank zijnde echt klaar willen zijn voor de toekomst. Dat we voorop willen lopen. En dat we dus ook klaar zijn voor de bank anno 2020. Dank u wel.